Kinderen ervaren in deze tijd nog vrij veel geweld omwille van de opvoeding. Dit zegt Jacinta Jong-Alok Dundas, directeur van de Kinder- en Jongerentelefoon KJT. Het is vandaag de internationale dag voor de uitbanning van lijfstraffen die kinderen worden toegebracht. In Suriname is er eerder geen aandacht aan deze dag besteed. De KJT wil middels een online campagne aandacht vragen voor de effecten die lijfstraffen hebben op kinderen. En wij willen middels deze campagne eigenlijk de Surinaamse gemeenschap die voorbeelden geven. Zodat wij echt wel zien en begrijpen dat het ook kan zonder geweld. En dat we aangespoord worden om die andere manier, opvoeden zonder geweld, dat wij dat gebruiken voor de opvoeding van onze kinderen. Omdat, weet je, dat opvoeden met geweld, dat kan. En daar worden sommige mensen werkelijk groot van en er is schijnbaar niks met ze aan de hand. Maar zoals ik al zei, er zijn een heleboel mensen die wel lijden eronder. En weet je wat, het doet je kind pijn. Het doet jou ook pijn als ouder als je slaat in de opvoeding, want je wordt er niet blij van. Jong-Alok Dundas geeft aan dat ouders die slaan de relatie met hun kind schaden. De social media campagne zal 3 maanden duren. Zij is er zich wel van bewust dat het probleem niet binnen 3 maanden verholpen zal zijn. Het is iets dat wij vanaf jaren hebben, weet je. Eigenlijk is het de manier van hoe slaven werden in het gareel werden gehouden. Toch? Niemand sprak tot ze, iedereen sloeg ze. En op generatie hebben we dat overgenomen, omdat we geen andere opties kennen. En we zijn dus realistisch. Dit gedrag, deze denkwijze gaat niet veranderen binnen 3 maanden. Dus ook na die 3 maanden zal dit altijd iets zijn waar de KJT aandacht aan besteedt. We zoeken naar ouders die hun kinderen succesvol hebben opgevoed tot respectabele volwassen mensen, maar geen geweld daarbij hebben gebruikt. En wij zoeken deze mensen omdat wij visueel voorbeelden willen bieden aan de samenleving van zo kan het ook. Dus als u zo iemand bent of als jij een volwassen persoon bent en je bent opgevoed door ouders die geen geweld hebben gebruikt, maak contact met ons via het nummer 123. De KJT wordt al geconfronteerd met gevallen waarbij kinderen geweld ondergaan bij de opvoeding. Op deze internationale dag voor de uitbanning van lijfstraffen die kinderen worden toegebracht, heeft zij de volgende boodschap voor ouders. Het project geeft ook de boodschap weer. Het heet opvoeden met liefde, begrip en geduld. Bij opvoeding van kinderen, 1, het is moeilijk. We zeggen niet dat het makkelijk is. Ik ben zelf ouder, ik heb zelf 2 kinderen. Het is moeilijk. Nou, het vergt veel van je. En zeker als je het wil doen op de andere manier, dan moet je geduld hebben. Dan moet je je kunnen verplaatsen in de situatie van het kind. En proberen te begrijpen waarom het kind doet wat het doet. En dan vanaf dat punt uit proberen te corrigeren.